Er is volgens Noah Vale, de dochter van Linda de Mol, een groot gebrek aan tv-vrouwen op leeftijd. Het geestige is dat uitgerekend haar oom John de Mol medeoorzaak oorzaak is van het probleem. Hij gaf in 2019 onomwonden en live op zender toe dat vrouwen op televisie nou eenmaal een houdbaarheidsdatum hebben. Het gebeurde in de wereld draait door, waar John werd aangesproken op het ontslag van een aantal hardvrouwen op leeftijd. Zijn uitspraken leverden felle kritiek op, bijvoorbeeld van Bo van Erve Dorens: Je moet er toch somber over zijn. Dat je op zo'n manier aan de kant wordt gezet. Dat iemand zegt: Jij bent te oud, jij moet weg. Moet Marleen Sahoepale zich nu ook zorgen maken? Zij werd gisteren live in de uitzending van Hart van Nederland verrast met het feit dat ze al 20 jaar bij SBS 6 werkt. Hopelijk zat John niet te kijken, want hoe oud moet die vrouw dan eigenlijk wel niet zijn? Nou. 52 jaar, of volgens de berekeningen van John, 86. Sandra Schuurhof zette de uitzending heel even stil. Ik wil toch even kort stilstaan bij deze bijzondere dag, want jij, Marleen, presenteert vandaag precies 20 jaar Hart van Nederland. Je bent 20 jaar bij SBS en kijk eens wat een guppie je toen was. Ik zeg, cheers, schat, op nog vele, vele mooie jaren bij hart. Marleen daarop, dank je wel. De grote vraag is: wanneer ziet John dit terug? En hoe lang duurt het dan nog voordat Marleen moet wieberen? Of is ze niet bang dat bij haar hetzelfde gebeurt als bij al die andere hardvrouwen? Nee, zei Marleen onlangs in de party. Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik werd in juli 52, maar ik heb niet het idee dat er zoiets aan de hand is. En als dat wel zo is, dan is het zo. Kijk, je moet denk ik ook niet ergens willen zijn waar je niet gewenst bent, om welke reden dan ook. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Marleen zou het echt heel onverwacht vinden als ze eruit moet bij Talpa. Ik coach ook jonge talenten voor Talpa en ben de station voice van Talpa, dus ik spreek alle promo's in. Nee, Marleen denkt nog wel even te mogen blijven. Ik ben er ook niet mee bezig, eerlijk gezegd. Ik vind het geen topic.